Dat betekent Tickle Pink voor mij een groep van 6 mensen op podium die een passie delen met een publiek. Yes? Oh, little crack. Let's go. Somehow feeling part of the group, but also yourself and feeling ecstatic and connected a lot to the music as well. I'll put on some music. Voor mij is het nu een plek waar ik tijdens de creatie het onderwerp van positiviteit kan ontdekken. Ja, ze onderzoeken lachen vooral, maar dan als je heel erg lacht, gaat het natuurlijk soms ook en bijna huilen, dus dat je zo bijna niet ziet. Tickled Pink. Tickled Pink is de nieuwe voorstelling van Detail Company, regisseur Margot Janssens en een groep van 6 dansers en acrobaten. Hendrik van Malen, Manon Verplanken, Josse de Broek, Maria Madeira, Petra Steindl en Felix Tschek. We kregen van hen net enkele schetsen van wat het betekent, Tickled Pink. Maar wat is het precies? Ik ben Ronald Verhagen en dit is Oorsprong met Margot Janssens. Over het terugvinden van spelplezier, de gelaagdheid van spektakel en het helende van schudden. Tickled Pink is eigenlijk het Engels voor extreem gelukkig te zijn en een soort van flow state waar dat je in raakt als je iets aan het doen bent waar dat je enorm veel plezier uithaalt. Hoe ben je erbij gekomen om die naam of die titel op een nieuwe voorstelling te plakken? Ik vind het leuk om een titel te hebben op voorhand, omdat dat mij ook een soort van houvast geeft van oké, dat is het. En ja, beginnen zoeken naar woorden dat ik interessant vond, dat ook samen goed klonken of zo. En Tickled Pink heeft zoiets, ja, zowel grappig hoe dat klinkt en dat kietelen zit daarin. En pink is zo'n kleur dat ook met veel andere connotaties heeft. Dus ja, dat klopte gewoon toen ik het zag. En ik ben dan ook heel enthousiast tegen iedereen beginnen vertellen, een voorstelling in Tickled Pink. Dus ja. En vertrekt dan de inhoud van de voorstelling ook vanuit de naam en de klank en het beeld dat je daarbij krijgt? Deels heeft dat er wel mee te maken. Het is eerder als je zo, je slaat een pad in als je begint te creëren. En als ik dan even afwijk, wat dat oké is, maar soms wil je terug naar de kern. En dan helpt die titel wel om dat vrolijke. En het is kritisch, maar nog altijd met een soort van ironische ondertoon dat je wel nog humor van in kunt zien. En ik denk dat dat iets belangrijk is. Wat ik zelf op een bepaald moment wel verloren ben, is zo de humor en het plezier in mijn werk. En dat komt daarin wel terug. En kan je er de vinger op leggen wanneer en hoe dat gebeurd is, dat je dat verloren bent? Want je bent nog jong, hè? Het is ja. Niet dat je al 30 jaar ja, maar als ik, bezig ja, bent. Als je jong bent, neem je dingen soms een beetje te serieus. Ik ben nog altijd jong, maar ik heb in mijn eerste 2-3 jaar van mijn carrière echt zeer serieus. Ik ben dramaturg en maker en ik neem mezelf te serieus, vond ik persoonlijk. Maar ik had dat niet door. En nu heb ik zoiets van, ik neem mijn werk nog altijd serieus en doe dat nog altijd met bepaalde belangrijkheid. Maar wel met dat plezier erin terug te verwerken en bewust te zijn dat ik zoveel chance heb met wat ik aan het doen ben en de mensen met wie ik aan het werken ben. Dus, okay. Ja. Lijkt mij een verstandige, ja. Een verstandige beslissing en een mature beslissing. Ja, op een manier is het ook wel teruggaan naar dat kinderlijkheid en niet te veel ze proberen nadenken soms ook gewoon. Ook gewoon kiezen voor iets en dan gaan. En als het dan niet werkt, dan... Je hebt het dan maar. En dan kunnen we naar het volgende gaan om dat dan te proberen. En niet bang zijn om keuzes te maken is wel een belangrijke. Ja. Is it okay that we start the warm-up already with shaking? I'm also realizing that the bouncing and shaking is for me the most interested. So don't only find the short shakes, but also go for the... Yeah. So there, I would also invite you, if you see something with somebody else that you like, try to find it in your own bodies. De inhoud van het stuk, als ik het goed begrijp, gaat het over spektakel en wat daarmee te maken heeft. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Het is spektakel en euforie. Het kwam eigenlijk heel hard uit die nood van plezier te tonen en je publiek daarin mee te trekken. Het originele idee was ook om zeer ambitieus het publiek euforisch te laten buiten gaan.
En dan de combinatie met spektakel, omdat circus heeft die connotatie heel hard. Er zijn heel veel mensen en makers die dat afgewezen hebben om een ander pad in te slaan, om meer hedendaags circus te onderzoeken, wat dan niet altijd spectaculair is. En ik probeer eigenlijk om dat samen te brengen. Want ik vind niet, entertainment wordt... Iemand heeft ooit gezegd, entertainment is a nasty word. En ik had zoiets van, ja, maar dat is het eigenlijk niet. Van, daar zit ook een schoonheid in. En je kunt dat eigenlijk terug omdraaien tot iets zeer kunstzinnig op een manier. En er zijn ook veel, ja, ik heb kunstwetenschappen gestudeerd in een ver verleden. Dat niet zo ver is, maar toch. En heel je kunstensector heeft dat eigenlijk al gedaan op een bepaald moment. Dus waarom zouden wij dat in het circus nu niet opnieuw doen? Hoe spectaculair is het circus vandaag? Er is gewoon zoveel. Ik denk niet dat daar één antwoord op is. Want we hebben nog altijd traditionele circussen. We hebben nog altijd Cirque du Soleil. We hebben nog altijd Ruben, Camille Pasha, die hier ook heel vaak zit. Dus er is zo een breed waaier gekomen dat er geen één antwoord meer op is of zo. En dat vind ik ook gewoon super fijn. Het is niet dat je je wil afzetten tegen een bepaalde stroming of nee. Zo. Nee, ik denk gewoon, ja, afzetten, dat kan, maar ik denk dat alles moet kunnen bestaan en dat ik nu gewoon zo, ik ben het beu om te serieus te werken, dus ik wil iets maken dat ik denk van, oh, moest ik daar buiten komen, zou ik gewoon blij zijn. En zou ik nog altijd, want er zitten wel een paar ondertonen in dat een beetje wringen, dat je blij bent, maar wel denkt van, ah, daar is iets gebeurd wat dat wel kritiek was of wat dat wel u deed nadenken. En dat is heel hard de goal om zo het dubbelzinnigen of zo te ontdekken. Maar dat is zeker geen afwijzing of afzetting van andere circusvormen. Want ik ga eigenlijk naar alles even graag kijken. Ja, dus het komt echt vanuit jezelf. Ja. Vanuit een soort drang naar vrolijkheid. Ja. Naar plezier. Ik merk het. Ja. Wat maakt jou echt blij in circus? Eigenlijk mensen die samen op podium plezier hebben. En dat je daar zo'n beetje deel van mocht zijn. En ik denk de ontlading van een trick dat lukt, kan ook zo, huh? Dat neemt letterlijk je adem. En daar is iets heel schoon in, denk ik. Dat je, ja, gewoon meeleeft met de persoon op het podium. En als die plezier maakt, dan kan dat zo besmettelijk zijn. En dat vind ik superboeiend. There is one thing for the face. It's not about how hard you shake. It's more about how much you relax your cheeks. Because if you shake like this, it doesn't make sense. And if you let go, you don't need to do super much to... Good? Is it a good imagination to like think of bouncing as like a basketball bouncing and shaking more like, I don't know, something that's vibrating? It's really like going fast. Yeah. What works what's in between? Also, we're going to figure it out. With bouncing, it's often just like up and down, kind of, but with shaking, it can really go in all directions. Yeah. It can go to the side. Awesome. I don't know. Flappy hands. Yeah, the flappy hands. Schudden is iets wat mij al superlang fascineert en ik weet nog altijd niet waarom. Maar ik vind dat zo'n atypische beweging en een typische beweging tegelijkertijd. Want dieren schudden, bijvoorbeeld als een hond wordt aangereden en die gaat in shockmodus, begint die te schudden om zichzelf te kalmeren. En dat is nu ook een soort van therapie, dat als je richting angstaanvallen of zo gaat, dat je zelf met je lijf begint te schudden. Dus daar zit iets helend in. Ja. Dus dat het fysieke eigenlijk een oplossing is voor, ja, voor een... Ja, maar we hebben dat allemaal afgeleerd. En dat vind ik zot, dat we in de maatschappij leven. Ja, het is allemaal heel afgeleind. Als je begint te dansen in het midden van de straat, gaat je waarschijnlijk scheef aangekeken worden. In Oostende hebben we wel zo iemand, hè? Is dat? Ja, het is iemand, ik denk dat hij uit Kenia afkomt, zo ziet hij er toch uit het oosten, een zwarte Afrikaan. En die maakt gekke bewegingen, een soort silly walks, maar dan op zijn Afrikaans. Oh, dus heel erg gestroomlijnd en altijd in oranje, groen, heel felle kleuren. Oh, ik heb hem gisteren toevallig nog gezien. Ja, dus vaak hij is er in de zomer natuurlijk, omdat je dan meer buiten zit. En hij is terug in Oostende. Dus, als je tijdens de residentie misschien eens rondloopt, straks op de dijk of zo, dan misschien zie je hem dan wel. Ik ga hem proberen spotten. Hij staat soms ook echt op een
kruispunt. Dus hij wandelt het zebrapad over, stopt in het midden van het zebrapad, terwijl het nog groen is, en maakt dan zo'n paar bewegingen. Het is echt performatief? Het is performatief, ja. In de openbare ruimte. Zalig. Ja, ja. Ja, die wil ik wel tegenkomen. Nu, ik weet het niet of het vanuit een artistieke intentie is of vanuit een soort menselijke drang. Ja, maar ja, ja. Het is effectief performatief. Ja. Allebei even goed. Ja, ja, ja. Zalig. Ja. Bij het maken van het stuk, vertrekt het van jou uit of laat jij de dansers improviseren en dan probeer je zo tot bewegingen te komen? Het ding, ik kom meestal van met dit wil ik doen vandaag en dan geef ik ofwel opdrachten of we beginnen heel vaak met schrijven op de maandag om zo in het universum te komen. Maar zij creëren het fysiek materiaal. Ik ben niet een fysieke speler, nooit geweest en ook geen ambitie voor. Dus het is meer hen in gang steken en dan zeggen, oké, dat wil ik, dat vind ik iets minder interessant. En zo eigenlijk echt een dialoog tussen ons zevenen. Dus, het schrijven vind ik wel interessant. Wat voor opdracht geef je dan? Of wat zijn zo hoe start je dan? Ja, heel klassiek eigenlijk met een check-in eerst. Van hoe is het met u? Hoe komt hier toe? Dat zij ook even bewust worden van hoe stap ik hier binnen? En dan klein geluksjes is iets wat dat bij ons heel vaak... Allee, iedere residentie wordt er gevraagd naar een klein geluksje dat je hebt meegemaakt. I just got super soaked yesterday with the rain, so all my shit is wet. Interesting. You could have avoided it. Okay. I was also cycling, but I just directly took shelter. Like, I don't get it. I don't know, I just thought it can't keep going, but... Clearly could. Okay. So everything is wet. It's okay. The rest, I slept okay. I live with a 2- or 3-year-old and her mom. Good. I'm happy for you. Your mom's also there. Yeah. That's it. What a morning. Nice. Ja, bij mij is dat vaak met mijn hond, omdat ik een supercoole hond heb. Dat zijn zo die kleine dingetjes dat zo, oh ja, oké, dat was leuk. Of dat je koffie net op tijd klaar is als je uit de douche komt. Dan heb je zo'n verzameling van wat dat iedereen triggert om zo een klein vlammetje te hebben. Maar ook van omschrijven, wat is je happy place? Hoe ziet dat eruit? Welke kleuren heb je daarvan in je hoofd? Wat dat bij iedereen ook heel verschillend was, wat dat wel... schoon is ook, want ze staan met 6 op podium. Dat zijn 6 echt andere persoonlijkheden. En dat vind ik zalig. Allee, niemand is hetzelfde en dat wordt ook toegestaan. Hoe heb je de selectie gemaakt? Hoe is de groep samengesteld? Veel mensen met wie ik al ervoor heb gewerkt. Het is ook de eerste keer dat ik echt de rol van regisseur opneem. Dus ik wou mensen dat ik wist van, oké, als ik aan het zoeken ben, gaan die mij toelaten en meehelpen zoeken. Dus Hendrik van Malen heb ik als dramaturg 2 jaar meegewerkt. En dan ook met Maria Madeira zat ook in bepaalde projecten met Hendrik. En dan Manon Verplanken had ik ook als dramaturg al bijgewerkt. Jos de Broek is gewoon een fantastische kerel die met iedereen overeenkomt. En dat je denkt van die is fijn om naartoe te kijken op het podium. Dus die had ik dan ook bijgehaald. En Josse, Hendrik en Petra Stendel en Felix Tjek zijn samen Familiar Faces. En ik wist dat ik 6 mensen op podium wou. En dan kwam Hendrik van, ja, maar misschien is dat dan wel een goed idee, want wij kennen elkaar. Wij kunnen fysiek elkaar ook heel snel lezen. Dus dat was dan een logische keuze. En die hebben ja gezegd, dus dat was plezant. Dat was fijn. Hendrik is al langs geweest. Een jaar of 2 geleden was hij in de residentie hier. Heb ik toen ook een oorsprong met hem gemaakt. Dat was heel tof. Hoe is het om met hem samen te werken? Want je was al dramaturg. Hè? Heel vlot eigenlijk. Ik denk ook omdat wij zijn zo samen wat begonnen. Ik in mijn dramaturgrol en hij echt in zijn makers, als solomakerrol. Voor mij gaat dat heel vlot, omdat ik denk dat hij ook weet welke esthetiek of zo dat ik interessant vind. En ik heb graag dat er zo'n halve hoek af is en Hendrik is daar wel goed in. Die heeft weinig schaamte om dingen te proberen, wat dat als een regisseur heel dankbaar is. En wij klikken ook gewoon goed of scène en daar, er is een vertrouwen en dat is opgebouwd door al eerder samen te werken en dat komt met de rest ook en dat voel ik ook wel doorheen de weken, maar dat is gemakkelijk. Soms klikt het ook gewoon en dan mocht je daar ook in leunen, denk ik. Je was dramaturg bij Hendrik, ondertussen ben je regisseur geworden. Hoe is dat voor jou? Is daar een groot verschil tussen? Is dat een soort logische evolutie voor jou? Ja, wel, met Jacobe Geens
waren wij allebei maker. Dus daar heb ik zo wat de overgang in gehad. Ik denk dat ik een redelijk eigenwijs persoon ben. Dus altijd wel een eigen mening over bepaalde dingen heb. En dat dan logisch was dat ik ook mijn eigen werk zou beginnen maken op een bepaald moment. Maar ik doe nog altijd dramaturgie omdat ik dat ook wel echt leuk vind. Om andere mensen te ondersteunen. En het is zo'n gezonde afwisseling tussen heel veel verantwoordelijkheid hebben en eigenlijk alles op je nek en andere mensen te ondersteunen en soms een lichte shot in een gat te geven. Dus het is echt een balans en dat vind ik ook wel fijn dat niet allemaal hetzelfde is. Want dat zou ik ook niet kunnen. Ik verveel mij te snel. Er is een deel repertoire, als in het hergebruiken van bewegingen, die we al kennen. Dus eerder binnen het acrobatische ballet. Even pauze bij de dansers. Dit is Hendrik van Malen. En dan met de opdrachten van Margot vinden we nieuwe bewegingen. En ik ben momenteel zelf heel erg wel geïnteresseerd in het shaken. Gewoon omdat dat iets is dat ik al ken, maar dat ook een heel soort van... Ja, als we het hebben over die positieve energie of zo, dat komt daar echt in los. En dat, ja, ik weet niet, dat is ook een heel goede tool, zeg maar, om het lichaam los te maken. En ik haal daar ook gewoon heel veel plezier, maar ook gewoon welzijn uit of zo. Hoe vindt Manon Verplanken nieuwe bewegingen? Ik luister natuurlijk wat Margot mij vraagt. Maar ik denk als ik aan het creëren ben, dat ik vooral... Ja, als je zo in een flow state geraakt en je zit echt bij jezelf en je bent comfortabel in een groep, dan dat is het punt waar je de meeste unieke dingen tegenkomt dat je normaal niet zou tegenkomen. En dat is voor mij super nice. Waaraan werken jullie deze week? Hoe ver staan jullie in het proces? We zijn nu in week 4, dus ja, we hebben 10 weken in totaal. In oktober is onze première. En wat zijn we deze week aan het doen? Heel veel rond spel en stem aan het werken, want ze zingen ook in de voorstelling. Wat dat voor velen een nieuwe skill is. Wat dat ook echt een skill is. En daarvoor werken we met Eike Rodenburg, dat is een dirigente en stemcoach. En die doet dat fantastisch, dus die komt deze week een paar keer langs. Dat is heel tof, want ze verliezen zich ook zo in het plezier van dat zingen dan terug opnieuw. Dan werken we ook met Emma de Poot rond spel. Omdat circusartiesten zijn gewoon om fysiek heel zotte dingen te doen, maar niet altijd om te spelen. En ik zou ze daar graag op een comfortabele plek willen krijgen, omdat dat is moeilijk. En je kunt jezelf zijn, maar je bent nog altijd... Allee, en kan je daar een voorbeeld van geven van zo'n spelsituatie die dan anders is dan... Het circus bewegen. We hebben nu een soort van choreografie ook ontwikkeld waarin dat ze eigenlijk continu aan het lachen zijn. En waar dat de lach de beweging in gang steekt. Maar om die lach geloofwaardig te doen klinken of daarmee te kunnen spelen, snap ik, ja, moet je tijd investeren in hoe lacht je oprecht en van waar kun je dat halen. Want je kunt lachen voor een publiek van hahaha, ik ben aan het lachen. Maar als je echt iets grappig vindt, gaat dat totaal... Dat komt intern. Dat komt niet van kijk naar mij, ik lach. Dat komt van ik vind iets grappig en ik reageer daarop. En daarmee die dingen duidelijk maken en ook aan hun kunnen communiceren van het komt niet uit de lucht vallen. Je moet het uit je buik halen of je moet het uit je andere speler halen. En dat soort dingen zijn echt trucjes om beter, of niet beter per se, oprechter op scène te gaan. Ja. Zoals zangers die een emotie oproepen, ja, om een song te kunnen vertolken, ja, in een bepaalde sfeer. Exact. Ja. En ik denk dat dat ook het interessante is dat menselijke in circus brengen. En ja, ja. Ze zijn dansers, ze zijn acrobaten, maar ze zijn ook echt gewoon mensen die een leven hebben. En veel mensen zien ze dan als publiek een uur op podium staan, maar dat is niet alles. En dat vind ik interessant en dat vind ik boeiend om net iets meer te delen dan enkel kijk, ik kan een salto. 6 acrobaten tonen hoe plezierig circus kan zijn en willen jou aansteken, de euforie overbrengen. Maar ook wat daaronder zit. Tickled Pink
in co-productie met De Grote Post. De première is op zondag 13 oktober in Miramiro in Gent. Daarna gaat de voorstelling op reis. Even wachten voor ze naar Oostende komt. Ze is te zien in De Grote Post op zondag 27 april 2025. Dit was Oorsprong met Margot Janssens van Detail Company en met Hendrik van Malen, Manon Verplanken, Josse de Broek, Maria Madeira, Petra Steindl en Felix Tschek. Oorsprong wordt gemaakt door mezelf, Ronald Verhagen, componist van de tune Sam Seruys. Volgende keer in Oorsprong Lucas van der Vecht en Yuri Happel over kortvoorstellingen. Het leven is volgens hen een kluwen van details. En met een collectie kortvoorstellingen willen ze die warboel erkennen en eren.